Ja, de volgende. Waluigi! Oh, die imitatie was volgens mij best wel oké. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag laat ik je mijn 15 favoriete amiibo zien. Voordat we beginnen aan dit lijstje, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, druk dan zeker even op die rode knop hier beneden. Een aantal maanden geleden heb ik een video gemaakt waarin ik jullie liet zien hoe ik deze amiibo muur achter mij in elkaar heb gezet. En vandaag laat ik mijn 15 favoriete amiibo aan jullie zien. De eerste 10 zijn op random volgorde en daarna komen we tot een top 5. Let's go! De eerste die ik aan jullie wil laten zien is Wedding Bowser. Wedding Bowser is zo tof. Zeg nou zelf, Bowser in een trouwpak. Maar mijn Bowser doet in Mario Odyssey zo erg zijn best om indruk te maken op Princess Peach. Hij koopt zelfs een pak, een trouwboeket, alles. Hij wil Peach alles geven wat zij wil. En dat verdient mad respect. En daarvoor komt Bowser sowieso in mijn top 15 van favoriete amiibo. Dan twee andere bad guys uit de Super Mario Odyssey serie. Namelijk Goomba. De allereerste vijand die Mario tegenkomt in Super Mario Bros. 1. Ik heb er trouwens nog een leuk Twitch clipje van waarin ik die game live speel voor mijn kijkers op Twitch. Oké, ik ben er weer klaar voor. De eerste freaking vijand in Mario Bros. Hey, het is niet zo makkelijk om voorbij deze vijand te komen. Goomba is gewoon een badass. Oh wacht, over die andere Mario bad guy kan ik het nog niet hebben, want die staat sowieso in mijn top 5. Volgende. De Wooly Yoshi amiibo vind ik al super leuk, maar wat te denken van deze Poochy amiibo. Deze is echt zo schattig. Dit hondje gemaakt van wol is echt fantastisch. Ik vind het sowieso tof dat Nintendo andere dingen probeert met zijn amiibo. En dus ook amiibo maakt van wol bijvoorbeeld. Ja, en serieus, deze vind ik echt zo leuk. Dan de volgende en dat is Shulk. En hier zit gewoon eigenlijk een heel bijzonder verhaal aan. Dit was in het begintijdperk van de amiibo misschien wel de zeldzaamste amiibo die er was. En het was op een gegeven moment de enige amiibo die ik nog niet had. Dus wat doe je dan? Je gaat naar Marktplaats en je kijkt of iemand die nog te koop heeft. Nou was er dus één gozer en die had hem voor 50 euro. Nou, anyway, ik kwam dus op een gegeven moment bij die gozer aan de deur nadat ik echt een uur in de file had gestaan. Het duurde veel te lang en ik moest zo nodig naar de wc. Ik had hem zijn geld gegeven, hij had mij die amiibo gegeven en ik vroeg aan hem: meneer, mag ik misschien even bij u naar de wc? Hij keek me aan, 2 seconden lang. En toen zei hij gewoon: nee man, zoek een boom. Say what? Zoek een boom? Ik heb je net 50 euro gegeven voor een amiibo en ik heb in de file gestaan hier voor alles. Jij hoeft alleen je deur open te doen en mij even naar de wc te laten. Wat is er verkeerd met jou? Wat is aan de hand met jou? Tijd voor de volgende amiibo. De uber-Pokémon uit de eerste generatie, Mewtwo. Gewoon hoe die staat en die pose die hij heeft. Ik vind dit echt wel een hele vette amiibo. En daarbij komen natuurlijk ook heel veel nostalgische gevoelens bij mij naar boven uit de eerste Pokémon film. Uiteindelijk vond ik Mew leuker dan Mewtwo. Maar ja, van Mew is geen amiibo, dus Mewtwo, ja, staat sowieso ook in deze lijst. Yo, en dan pak ik nu eigenlijk een willekeurige amiibo uit de Monster Hunter serie. Deze amiibo's zijn zo geweldig. Ze zijn super gedetailleerd. Ze zijn heel groot. Je ziet op elke amiibo een draak en gewoon een mens. En dit is gewoon echt heel awesome. Deze amiibo's zijn nooit verkrijgbaar geweest in Nederland. Dus ik heb ze geïmporteerd uit Japan. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Want de hele amiibo serie uit Monster Hunter is echt fantastisch. En de volgende is een kleine grote vriend van mij, namelijk Toad. Deze werd losverkocht, maar ook gebundeld bij de Wii-versie van Captain Toad Treasure Tracker. Een hele leuke game. Ja, deze amiibo ziet er ook weer gewoon super schattig uit. Hij is best wel simpel, maar ik hou meer van die simpele amiibo dan van die amiibo met heel veel detail. Waar eigenlijk misschien wel net iets te veel detail in zit, zodat ze toch niet zo heel erg mooi zijn. Toad heeft dat niet en daarom staat deze ook in mijn top 15. Ja, de volgende. Waluigi! Oh, die imitatie was volgens mij best wel oké. Wait!
Who are you? Waluigi! Ja, als er een Waluigi amiibo is, dan moet die ook gewoon in je top 10, top 15, top 20, top 5 lijstje komen te staan. Want anders ben je niet meer serieus te nemen. Waluigi is gewoon een uberbaas. Waluigi verdient wat mij betreft gewoon echt zijn eigen game. Nintendo, waarom heeft Waluigi nog niet zijn eigen game? Wario heeft zijn eigen game? Geef Waluigi ook zijn eigen game dan. Voor de volgende amiibo was het heel moeilijk kiezen. Er moest gewoon wel een amiibo inkomen uit The Legend of Zelda Breath of the Wild. En ik kies sowieso voor Mipha, want Mipha is mijn favoriete karakter uit deze game. Ik vind Mipha geweldig. Ik vind de lore van Mipha heel erg nice. Daarnaast heb ik ook gewoon een zwak voor de Zora's. Ik vind dat ras gewoon heel erg tof. En daarnaast, deze amiibo ziet er ook gewoon fantastisch uit. Dus Mipha moest sowieso in deze lijst komen te staan. Maar toen ging ik kijken en toen dacht ik, deze Daruk amiibo, joh. Die ziet er geweldig uit. Die is zo massive. Hij is sterk, hij is vrolijk, hij heeft alles wat een toffe amiibo moet hebben. En ook met Daruk heb ik me kapot gelachen in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dus weet je, ik doe ze gewoon allebei in mijn top 15. Ja, dan zijn we nu echt aangekomen bij mijn top 5 favoriete amiibo. Mijn naam is Rikachu en er moet natuurlijk Pikachu wel in je top 5 staan. Ik hou van die gele kleur. Ik hou van Pikachu. Deze Pikachu amiibo ziet er ook heel erg vriendelijk uit en doet me echt denken aan de tijd dat Pikachu en Ash een band begonnen te krijgen. Hij is vrij simpel, maar nogmaals, ik hou heel erg van simpele amiibo en Pikachu, jij staat op nummer 5. Op nummer 4 vinden we Duck Hunt Duo! Ik vind het heel erg vet dat die hond en die eend van elkaar afstaan. Dat ze een soort van met elkaar aan het spelen zijn. En ja, Super Mario Bros. En Duck Hunt waren de eerste games voor de Nintendo die ik had. Ik stond met het pistooltje wat je erbij krijgt te schieten voor mijn tv. Ik hield hem tegen de tv aan om die vervelende eenden uit de lucht te knallen. En als het dan mislukte, dan begon die hond je gewoon uit te lachen. Ja, zo was Nintendo gewoon vroeger. Ze lachten je gewoon uit als je het niet goed deed. Ik was dolblij toen ik zag dat deze amiibo er aankwam. Ik hou ervan. Op de derde plek, en dit is misschien een verrassing, deze Metroid amiibo. Ja, hij breekt vrij uit zijn cel. Dat ziet er al tof uit. Maar als je dus de Metroid indrukt, dan voelt dat heel squishy. En dat heeft geen enkele andere amiibo. En dat vind ik ook wel heel erg tof aan deze amiibo. Daarnaast ben ik natuurlijk ook gewoon groot fan van de Super Metroid-serie. Ik hou van Metroid. En toen ik hoorde dat deze zo squishy was, ja, toen moest ik hem hebben. Ik vind deze heel erg nice. Op plek nummer 2. Een bad guy uit de Super Mario-serie. En dat is Boo! Deze Boo is bijna mijn favoriete amiibo. En wat ik er zo tof aan vind, is dat het een glow-in-the-dark amiibo is. Deze geeft gewoon licht in het donker. Als ik s'avonds heb zitten streamen op Twitch en ik doe het licht uit in mijn gamekamer, dan word ik altijd nog even begroet door Boo. Want dit is de enige amiibo die licht geeft. Ja, ik vind het gewoon geweldig. En daarom de tweede plek voor Boo. En ja, op nummer 1. En dit vind ik echt de allertofste amiibo die er is. Midna en Wolf Link. Sowieso hou ik van Midna. Ik vind Midna een van de geweldigste characters van Nintendo. Deze is wel heel erg mooi gedetailleerd. Je ziet op de achterkant ook nog dat handje van Midna uit zijn haar komen. Wolf Link staat op een blok. Je ziet het keten wat nog vast zit aan zijn poot. Dit is de perfecte mix van gedetailleerd en tof design. En ja, dit is dus mijn favoriete amiibo. Doet je
Dat was de video van deze week. Ik hoop dat jullie dit tof vinden. En laat vooral ook weten welke amiibo jij hebt en welke amiibo je tof vindt. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze video. Abonneer op mijn kanaal als je meer Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/RickHatchYouTube. En dan zie ik je daar of bij de volgende video. Mazzel!